MVV-TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV, Nike, One Casino en Keno Media. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van MVV-TV. Vandaag hebben we een hele aparte plek, een hele historische plek. Ik ga met Leon Pertoens naar het oude veld van de Bospoort, waar dat vroeger lag. En we gaan samen kijken hoe zag het eruit en waar ligt het nu nog. Gaan jullie mee? We gaan naar de Bospoort. Nou Leo, we zijn op weg naar de entree van het oude voetbalstadion van MVV, de Bospoort, dat er helemaal niet meer is. Voor de kijkers, MVV voetbalde op dit terrein tussen 1910 en 1961. Toen zijn we verhuisd van hier naar stadion De Geuselt. Maar Leo is in dit oude stadion geweest en kan ons meenemen in hoe zag het eruit. Vertel eens, waar staan we nu en hoe was het? De ingang van het stadion, de Bospoort, lag net voorbij de spoorwegovergang hier achter ons. Die lag en die ligt op het einde van de Bosstraat. Voorbij die spoorwegovergang ging er een vrij brede, onverharde weg hier rechtsaf. En aan de linkerkant daarvan lag het stadion. Je kwam eerst bij de ingang voor de hoofdtribune. Een stukje verder was de ingang voor de staantribune en de zogenaamde jongensrang achter de doelen. We lopen het pad op. Oké. Zeg, en wat lag er nou hier aan de linkerkant voor iets moois? Hier aan de linkerkant lag een fantastische villa. Ik denk dat het de directie, de directeurswoning is geweest van een van de grote industrieën hier in de buurt. Aan de overkant lag staalwerk in de Maas. Hiernaast lag de papierfabriek, dat was een zakkenfabriek. Het was het industriegebied van Maastricht. En die villa, een heel mooi statig gebouw met een torentje. Dat torentje werd bij drukke wedstrijden gebruikt als extra tribune van MVV. Dan stonden daar altijd 10, 12 mensen te kijken naar de wedstrijden. En waarom moesten wij in 1961 hier weg? Wij moesten weg omdat de industrie wilde uitbreiden. Een anekdote is dat MVV in 1947 afdelingskampioen werd van afdeling Zuid 2. En dat de gemeente toen MVV een nieuw stadion in het vooruitzicht stelde en dat is er al in 1961 inderdaad gekomen. Tempo bij de gemeente is ons niet vreemd. En als je dit pad nou afliep, waar liepen we dan het eerste tegenaan? Aan de linkerkant de entree naar zeg maar de hoofdtribune, daar moet je je ook niet te veel bij voorstellen. Ja. Dat was een heel rustiek houten gebouw met op de begane grond de kleedkamers. En in die kleedkamers, als je in de jeugd speelde en je moest trainen woensdag, mocht je ook in die kleedkamers. En als je geluk had, kwam je een van de spelers van MVV daar misschien wel tegen. Dat was natuurlijk fantastisch voor die jeugdspelers. Ik heb er zelf nog in de jeugd mogen mee spelen een paar jaar, totdat we in 61 naar de Geuselt gingen. Ja. Nou. Zeg maar, dan was dus hier was de hoofdtribune. Dus dan liepen de doelen van die kant naar die kant, dus, als ik het goed begrijp. De smalle kant van het veld lag tegen deze toegangsweg aan. Ja. De lange kant lag zo. Richting Bosserveld. Richting Voedingskanaal. Ja. Met links de zittribunes en aan de overkant de staantribune. Oké. En die staantribune die, is nadat de Eredivisie werd ingevoerd in 1956 en MVV zich daarvoor plaatste, is die staantribune uitgebreid en om de hoek gebouwd. We hadden toen een tribune met een ronde hoek, okay. Waarmee de capaciteit van de stadion richting 18.000 mensen ging. En toen MVV wegging naar het Geuselstadion, toen is die tribune verhuisd naar? Nou, de tribune die verhuisd is, was de tweede zittribune naast de oude zittribune. En die is toen naar Minor in Nut gegaan, waar ze tot een paar jaar geleden dienst heeft gedaan. Ja, ja. Oké, dus we moeten ons voorstellen, we staan hier te kijken naar het stadionnetje dat daar ligt. Ja. Maar achter het stadionnetje lag ook nog wat. Ja. Wat lag daar? Ja, daar lag achter de korte zijde en aan de andere kant lag een slecht trainingsveld. Daar mocht je dan als jeugd trainen. En daar lag een behoorlijk grasveld waar op zaterdag de jeugdwedstrijden werden gespeeld. En waar het eerste trainde natuurlijk met een tamelijk beperkte lichtinstallatie. Dat waren zes schemerlampen. Zes schemerlampen. Ja. En daar stond ook nog zo'n gallig om de kopballen te trainen. En achter die velden liep een voedingskanaal. Ja. En met grote regelmaat moest de bal op de training en onder de wedstrijden uit het voedingskanaal worden gevist. Ja.
Dat voedingsverhaal ligt er trouwens nog. Maar ook een mooi verhaal is, we hadden een treinknecht in die tijd. Ja. Bij die trainingsvelden lag een soort boerderij. Nou, een boerderij, zeg maar rustig. Ja. En de man die daar woonde met zijn vrouw. Het verhaal ging dat hij de gevluchte Tsjech was. En wij noemden hem ook allemaal meneer Praag. Ah. En hij had wat vee. En hij zorgde voor de velden. En bij jeugdwedstrijden mochten wij ons in zijn stal eigenlijk omkleden en een beetje wassen naar de wedstrijd. Ja. Wat moet ik bij kleedkamers voorstellen in die tijd? Ja, een overdekte ruimte met banken. Okay. En een tijltje met water buiten. Een soort hokken idee. Ja. Het voldeed in die tijd. Ja. En noem het een van de grootste successen die MVV hier heeft gehad. Ja, een heel groot succes was natuurlijk die wedstrijd om plaatsing voor de Eredivisie. Ja. Zeker te stellen tegen Willem II in 1956. Die werd met 3-1 gewonnen. En door de resultaten op de andere velden plaatste MVV zich voor de Eredivisie. En dat was een groot succes. En we hebben hier natuurlijk gewonnen van grote clubs. Ja. De laatste wedstrijd die hier gespeeld is, was tegen PSV. Na een 3-1 achterstand, ik vergis me, na een 3-1 voorsprong, maakte Fons van Wissum de 3-3 kort voor tijd. En Fons van Wissum was een ex-MVV-speler. Mm-hmm. En ik herinner me nog hoe mijn moeder hem toen kwalificeerde, maar dat zal ik hier niet herhalen. Dat zullen wel termen uit die tijd zijn die bezig zijn. Mooie, zoete herinneringen. Aan die kant werd MVV begrensd, de MVV-trein begrensd door oude industriegebouwen die toen al niet meer in gebruik waren. Ja. En de huizen die we hier zien zijn veel later gebouwd dan de buurt die daarachter ligt. Ja. En allerlaatste leuke verhaal. De toeschouwers uit Maastricht-West, hoe kwamen die meestal hier? Nou, die mensen uit Maastricht-West, maar in West waren nog niet de uitbreidingswijken in de jaren 50. Ja. De mensen uit het centrum kwamen over de Bosstraat, langs de vele cafés die er toen waren. Ja. En de mensen uit Maastricht-Oost kwamen over de spoorbrug. Ja. En als je voor de wedstrijd op de tribune zat, dan zag je aan het aantal mensen over de brug hoe druk het zou worden. Okay. Dat is een hele mooie indicatie. Ja. Dus dat is, veel mensen kwamen in die tijd gewoon te voet of met de fiets. Ja, parkeerplaatsen waren er niet. Nauwelijks, er waren parkeerplaatsen voor de mensen van het bestuur van de FNV natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Ja. We altijd het streepje voor hebben, maar dat kan. Ja. Goed, dat was stadion De Bospoort, of Bospoort, waar MVV ooit successen heeft gehad. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV, Nike, One Casino en Keno Media.